Sanjong Corando, take 4. Vroeger was Sanjong eerder een outsider, vooral populair op de Amerikaanse en Aziatische markten. Intussen hebben ze heel wat watertjes doorzwommen en beginnen ze ook hier een serieuze rol te spelen. Of deze nieuwe generatie voldoende gewapend is om de concurrentie te torpederen? Tijd om onder te dompelen in het universum van de nieuwe Corando. De nieuwe SUV binnen het gamma, niet te groot en toch ruim van binnen, surft duidelijk op de vernieuwingsgolf die Sanjong heeft ingezet met de Tivoli. Het design van de Corando oogt beidetijds robuust en zelfs sexy met een opvallende frontpartij en een nieuwe lichtsignatuur. Een mooie verpakking is veel waard. Hij is cool, maar vooral praktisch. Met zijn verlengde wielbasis en 551 liter aan koffervolume biedt de Corando veel binnenruimte voor een SUV van dit formaat. Binnen zijn segment wordt de Koreaan zelfs de nieuwe maatstaf. En daarmee score je natuurlijk punten bij de gezinnen. En zijn rapport wordt nog beter als we de veiligheidssystemen erbij nemen. Automatische noodremfunctie met rijstrookassistent, vermoeidheidsdetectie in een adaptieve cruise control, automatische verlichting door de hoekcontrole, de lijst met elektronische engelbewaarders is bijzonder compleet. Al 6 decennia lang heeft Sanjong een gerenommeerde 4x4 reputatie. En ook deze Corando laat, als je het wenst, zich voorzien van een integrale aandrijving, ongeacht de afwerking of motorisatie. De 1.6 diesel is er nu al, de 1.5 liter benzine is vanaf november beschikbaar. Later volgt de full EV-versie. In combinatie met de integrale transmissie sleept de Corando tot 2 ton. En daarmee zou je zelfs die daar kunnen trekken. Of die.